Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 19 maart van Weerplaza. Het was vandaag zonnig, maar koud. Het gaat geleidelijk aan veranderen. Later vanavond raakt het in het noorden bewolkt. Op veel plaatsen gaat het 2 tot 3 graden vriezen. En vannacht trekt de bewolking verder naar het zuiden. Op sommige plaatsen valt er wat ijzel of sneeuw. Lokaal kan het verraderlijk glad gaan worden. En daar hebben we morgenochtend vroeg nog mee te maken. In het zuiden valt in de vroege ochtend nog wat lichte sneeuw. De sneeuw en de gladheid verdwijnen in de loop van de ochtend en 's middags wordt het 5 tot 8 graden en schijnt de zon geregeld bij een noordelijk wind, die is matig rond kracht 4. Woensdag is het in het zuidoosten en oosten eerst nog droog met geregeld zonneschijn. Vanuit het noorden raakt het bewolkt en valt er wat neerslag. En ook donderdag is het grijs en soms nat. Vrijdag verloopt veelal droog en de temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog richting de 8 of 9 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.